De spreker is journalist bij De Correspondent, auteur van Gratis Geld voor Iedereen en recentelijk ook van De Meeste Mensen Deugen. Wat natuurlijk onwaarschijnlijk tof is als dat zo is. En het cadeautje is dat iedereen die hier aanwezig is aan het einde ook een exemplaar krijgt van De Meeste Mensen Deugen. En Rutger gaat ook nog signeren. Zo is dat, zo is dat. Help! Ja, ja. Maar nu gaan we het eerst hebben over gratis geld voor iedereen, over het basisinkomen. Rutger Bregman. Ja, lieve mensen, wat ontzettend leuk om hier te zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een heleboel praatjes mogen geven in de afgelopen 5, 6 jaar over gratis geld, over het basisinkomen. Ik denk dat dit een van de laatste is die ik ga geven, misschien wel de laatste, maar ook misschien wel meteen een van de belangrijkste. Ik vind het ontzettend leuk om voor zo'n publiek te staan van mensen die echt met de poten in de modder bezig zijn met dit soort vraagstukken. Ik wou je eigenlijk een beetje mee gaan nemen met wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt en hoe ik ook in eerste instantie op dit thema ben gekomen. Je moet weten, ik ging aan de slag bij De Correspondent in 2013. En in de tijd dacht ik van, nou ja, waar ga ik over schrijven? Een van de thema's die mij fascineerde was überhaupt de arbeidsmarkt en de toenemende stress en dat steeds meer mensen last hadden van burn-outs en noem maar op. Dus ik dacht, een kortere werkweek, zou dat nou niet een goed idee zijn? Dus ik was daarmee begonnen met schrijven, ik had wat stukken getikt. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, maar hoe kunnen we dat nou regelen, hè? Dat mensen echt minder gaan werken? Dus ik dacht, nou, misschien moeten we gewoon geld gaan geven. Als je op een gegeven moment genoeg geld geeft, dan gaan misschien mensen op een gegeven moment vanzelf minder werken. Dus ik intik op Google natuurlijk als goed onderzoeksjournalist. Free money, basic income, bla bla bla. En dat bleek gewoon te bestaan. Dat bleek gewoon een eeuwenoud idee zelfs te zijn. Om mensen, iedereen, als onvoorwaardelijk recht op maandbasis een bedrag te geven dat genoeg is om van te leven. Ik kwam er zelfs achter dat mensen die wijzer zijn dan ik er al over hadden geschreven. Toen ik nog in de baarmoeder rondjes aan het zwemmen was. Bijvoorbeeld professor De Beer, die schreef er toen al over. Maar ik kwam er ook achter dat het eigenlijk een behoorlijk vergeten idee was. Dus laten we bijvoorbeeld kijken, als ik hem wel aan de praat krijg tenminste. Welke knop jongens? Deze hè? Ja, nee, dan gaat het weer te snel. Terug, ja, hier, Google Trends. Dus dat is van waar mensen op zoeken. Hè? Dus ik heb hier basic income. Je ziet dat eigenlijk tot aan, 2013 ongeveer, toen ik er begon met over te schrijven. Toen was er helemaal niks mee. Ja, ik wil geen kausaal verband suggereren. Zo. Dat is toch wel heel opvallend. En je ziet echt een explosie van interesse daarna. Je kan ook zeggen, ja, Bregman, je hebt gewoon geluk gehad. Dat het een goede timing is. Eén ding is in ieder geval duidelijk, het is enorm veel meer interesse in het thema. Er is nu zelfs een presidentskandidaat in de VS, Andrew Yang, ik weet niet of jullie die kennen. Nou, die polt nu al, wat is het, iets van 5% in de peilingen of zo. Het is een kleine kans, maar het zou kunnen dat hij het wordt. En die heeft ook allemaal hele goede one-liners als poverty is not a lack of character, poverty is a lack of cash. Nou, geweldige one-liner. En de vraag is natuurlijk van waar komt dat nou vandaan? Waar komt die interesse, die plotselinge interesse in dat radicale oude idee? Waarom hebben we het daar nu ineens over op zo'n grote schaal? Ik denk dat er een paar oorzaken zijn te noemen. Wat een tering ding niet, jongens. Ja, oké. Sorry. Ik denk dat er een paar oorzaken zijn te noemen. Een van de belangrijkste is, wat jullie vast ook wel hebben gekregen, is die opmars van robots op de arbeidsmarkt. Het is natuurlijk een hele enorme grote discussie geweest van, gaat dat gebeuren? Hebben we straks nog wel een baan? Je hebt de papers gezien, bijvoorbeeld de Universiteit van Oxford had een heel invloedrijk paper. Dat zei van, ja, in 20 jaar kan wel de helft van alle banen kan verdwenen zijn. En dan hebben we het echt niet alleen over eenvoudige banen, maar ook de radiologen of de accountants. Ja, vergeet het allemaal maar. Journalisten, dat kan allemaal geautomatiseerd worden. Dat hebben we niet meer nodig. Dus dat kreeg heel veel media-aandacht en heel veel mensen denken natuurlijk van, ja, als we massawerkloosheid hebben straks, hoe krijgen we dan nog een inkomen? Basisinkomen, is dat niet een antwoord? Ik moet bekennen, ik heb daar in eerste instantie ook nog wel een beetje enthousiast over geschreven en ik denk ook dat die robotisering echt een uitdaging is. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik inmiddels ook denk, ja, is het basisinkomen dan ook meteen de meest logische antwoord? Het is natuurlijk een heel generiek antwoord. Je hebt een specifieke groep van mensen die misschien een baan verliezen. Moet je dan meteen die hele geldmachine aanzetten? Misschien niet heel logisch. En bovendien, dat hele idee dat alle banen zouden verdwijnen, dat is natuurlijk ook een heel oud idee. Hè? Ik bedoel, al in de 18e, 19e eeuw werd daarvoor gewaarschuwd van, we werken nu nog als boer en straks komen al die maaimachines komen binnen, wij hebben straks geen baan meer. Je ziet dat het kapitalisme toch een enorm vermogen heeft om elke keer weer nieuwe banen te verzinnen.
ook heel veel banen die wat mij betreft volkomen zinloos zijn. Maar ik bedoel, dat gebeurt toch op vrij grote schaal. Dus het kapitalisme heeft een enorm vermogen om met nieuwe dingen te komen. Andere reden, volgens mij, waarom dat basisinkomen ineens in de mode raakte, waarom mensen erover na gingen denken, is omdat de huidige verzorgingsstaat zoals we die nu hebben, ik denk dat Paul daar ook een aantal hele sterke opmerkingen over heeft gemaakt, maar je kan nog veel meer dingen noemen, heeft gewoon overduidelijk allerlei kwalen, allerlei problemen. En zou het niet mooi zijn als er gewoon één middel is, één panacee, dat in één klap een heleboel van die problemen kan oplossen. Ik heb in de afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld praatjes gegeven voor het UWV. Nou, we hebben ook studies voorbij zien komen dat bijvoorbeeld sommige werkloosheidstrainingen van het UWV de werkloosheid eerder verlengen dan korter maken. Ja, dan denk je natuurlijk, wat is dit nou precies? Ik heb praatjes gegeven voor mensen in het, die in het sociaal werk zitten. En dan kom je bijvoorbeeld achter dingen dat we soms aan bepaalde mensen die bijvoorbeeld al heel lang dakloos zijn, dat we daar met z'n allen tienduizenden, soms wel bedragen van meer dan 100.000 euro op jaarbasis aan besteden. Zorg, politie, justitie, noem maar op. Ja, wat zijn we dan precies aan het doen? Kunnen we niet beter gewoon dat geld dat we nu geven aan al die mensen die bezig dat hele circuit eromheen, kunnen we dat niet gewoon geven aan de mensen die het misschien nodig hebben? Zou dat misschien een oplossing zijn? Dus ook hier denk ik dat het een reden was van dat mensen geïnteresseerd raakten in dat basisinkomen. Ik kan me ook nog één memorabele bijeenkomst herinneren. Dat was in de tijd voor Divoza. En dat was ongeveer 100, hoe noem je dat? Klantmanagers, toch? Cliëntmanagers zaten in de zaal. En toen op een gegeven moment vroeg de moderator, dat was René Paas, kan dat? Nou, ik weet niet meer. Ja. Die vroeg aan de zaal van wie vindt dat hij geen bullshit job heeft. En ik kan me nog goed herinneren dat er twee vingers de lucht in gingen. En dat zet je natuurlijk wel aan het denken van kan dat anders, kan dat beter. Wat ik zelf het leukst ben gaan vinden aan dat hele idee van een basisinkomen is niet zozeer de specifieke discussie van hoe gaan we het invoeren, hoeveel gaat het kosten, hoe hoog moet het worden, welke belastingen, waar gaan we het mee financieren, et cetera. Ik bedoel, ik denk eerlijk gezegd dat dat toch niet zo waarschijnlijk is dat we van de een op de andere dag een basisinkomen gaan invoeren in Nederland. Ik ben het zelf steeds interessanter gaan vinden omdat dat hele simpele ideetje een breekijzer blijkt te zijn om allerlei andere discussies open te gooien. Dus je gaat nadenken over, ja, is die armoedebestrijding zoals we die nu hebben ingericht, is die wel zo logisch? Is armoede een karaktergebrek of is het gewoon een geldgebrek? Je gaat ook nadenken over de waarde van werk. Is het niet een beetje vreemd dat volgens een recent onderzoek van twee Nederlandse economen een kwart van werknemers in ontwikkelde landen aangeeft dat de eigen baan eigenlijk min of meer zinloos is? Is dat niet een beetje raar? Kunnen we niet mensen gewoon de vrijheid geven om een eigen keuzes te maken, al van jongs af aan, en dan misschien iets te gaan doen waar ze zelf ook in geloven? Iets nuttigs misschien. Ik denk dat veel van jullie, ik neem gewoon de tijd hoor, als jullie het ook hebben. Op de computer richten, kijk aan. Ik moet weer terug. Ja, die. ik denk dat veel van jullie dit artikel wel eens gezien hebben. Dit schreef ik toen ook. Wat is het? 17 december 2013, waarom arme mensen domme dingen doen. Ik kreeg een verzoek van de uitgeverij, zijn nieuwe armoede-expert in Nederland, wil je me interviewen? En ik las zijn boek en ik vond het echt fascinerend. Dit is natuurlijk Elder Shafir, de co-auteur van het boek Schaarste, wat een enorme vlucht zou nemen. Dit is mijn meest gelezen artikel aller tijden geworden. Het was mijn best gelezen artikel in 2013, maar ook in 2014 en ook in 2015. Ook al was het in 2013 gepubliceerd. En ik vond dat ook veelzeggend, dat zo'n artikel een enorme impact maakt. Omdat het ook een kanteling van denken betekent. Heel lang daarvoor ging het erg over, weet je wel, zelfstandigheid en individuele verantwoordelijkheid. Terwijl, ja, volgens mij hoef ik het niet uit te leggen, toch? Van de schaarste theorie. Als je dan gaat focussen op van nee, als je in de context van armoede zit, dan zou iedereen onverstandige beslissingen gaan nemen. Dus nee, het is niet iets soort van probleem op individueel niveau, maar het is een probleem van de context. Wat ik ook heel interessant vond aan dit boek is, ik interviewde natuurlijk Elder Shafir en ik zei van, nou, dit lijkt me een redelijk revolutionaire theorie. Ik bedoel, als het ligt aan de context, ik bedoel, dan moet je die context aan gaan passen. Maar wat ik zo raar vond aan het boek is dat hij met allemaal van die lullige oplossingjes komt. Weet je, een beetje nudging gaat hij dan doen. Dat is dan ook hip. Als je dan bijvoorbeeld in armoede bent en je vergeet je medicijnen in te nemen, dan moeten we lichtgevende medicijndoosjes gaan maken. Ik dacht, dat is van onbenulligheid, dat is niet voor te stellen. Professor van Princeton. Dus ik zei, dit is toch logisch, als armoede een geldgebrek is, dan moet je toch geld geven.
En ik kan me nog goed herinneren dat toen zei ze van ja, nee, dit, ja, we zijn in Amsterdam, ja, misschien dat dat hier, maar in de VS durf ik dat eigenlijk niet te opperen. Maar hij zei wel van ja, nee, ja, op zich wel, ja, je hebt wel gelijk. Ja, dat is eigenlijk wel logisch, want ja, het is, het, daar begint het natuurlijk, dat, dat je die context moet aanpassen. Dus toen dacht ik van, nou oké, dan gaan we daar meer over schrijven. Dat is ook een van de stukken die ik toen schreef over waarom we iedereen gratis geld zouden moeten geven. Ik had dat stuk toen gemaakt en ik dacht, ik mis eigenlijk nog een soort van pakkend voorbeeld. Ik had een reeks experimenten besproken met het basisinkomen. In de jaren 70 bijvoorbeeld, die in Canada werden uitgevoerd en in de VS. Veel daarvan waren enigszins vergeten. En toen op het laatste moment stuitte ik ook op een klein experiment dat was uitgevoerd met 13 daklozen in Londen, een paar jaar geleden. Best fascinerend experiment. 13 daklozen kregen, wat is het, £3000. Of althans, ze kregen dat aan vrij besteedbaar. En dat mochten ze dan aan de hulpverlener vragen van, ja, kun je een tv voor me kopen of weet ik veel wat. En het is eigenlijk een heel mooi experiment gebleken, want ze bleken heel zuinig met dat geld. Besteden het aan hele nuttige dingen, zoals een paspoort of een woordenboek of weet ik veel wat. En aan het eind van het experiment hadden 7 van de 13 hadden weer onderdak gevonden en 2 hadden ook al zich aangemeld voor onderdak. Sterker nog, bleek uiteindelijk het experiment kostte £50.000, maar bleek dat de besparingen in termen van minder uitgaven aan zorg, politie en justitie, dat die veel groter waren. Dus het was zelfs The Economist toen, nou dat is niet echt een links revolutionair blad of zo, maar zelfs The Economist zei van, the best way to spend money on the homeless might be just to give it to them. Dus, mooi verhaal. Natuurlijk meteen het slechtste argument wat je maar kan bedenken, het slechtste voorbeeld wat ik gaf in mijn boek, want ja, laten we nou eerlijk zijn, ik bedoel, N is 13, dat meedeed aan het experiment, geen harde wetenschap of zo. Ik vond wel fascinerend, overigens, als je het hebt over de kracht van verhalen, ik ben op iets van 5 of 6 verjaardagsfeestjes geweest, dat je dan er bent en dan ga je een beetje aan de wandel, een beetje praten met mensen die je niet kent, dat dan wordt gevraagd aan je van, wie ben je? En dan zeg ik, ik ben schrijver voor de Correspondent, en dat ken ik niet, en waar schrijf je dan over? En dan, ik heb net bijvoorbeeld een boek geschreven over het basisinkomen. En dan mensen van, basisinkomen, dat is interessant. Je zou moeten opzoeken, er is een experiment gedaan in Londen. Dus dat vind ik fascinerend. Dus mensen vergeten alles. Wie je bent, waar je voor schrijft, dat ze jouw artikel hebben gelezen. Maar dat ene voorbeeld, dat onthouden ze wel. Wat er op een gegeven moment gebeurde, is dat er was een wat oudere vrouw in Nederland. Die had mijn boek gelezen. En die had een zoon. Die in Canada woont, en ze had mijn boek gegeven aan die zoon. Die zoon had dat boek gelezen tijdens die lange vlucht naar Vancouver. En die was erg gegrepen door het verhaal van die daklozen. En die sprak daarover met een vriendin, Claire Williams heet die. En hij zei tegen Claire van, moet je nou horen, dit is toch fascinerend. Zij kon, mijn boek was nog niet in het Engels, dus ze kon niet in het Nederlands lezen, maar ze bekeek mijn TED-talk en daar had ik natuurlijk ook weer dat gelikte verhaal van die daklozen in Londen. En zij vond het zo fascinerend dat ze besloot om haar, naar eigen zeggen, bullshit job in het verzekeringswezen in Vancouver op te geven. En ze dacht, weet je wat, ik ga een stichting beginnen die ook zo'n experiment begint, maar dan echt, weet je wel, dan echt wetenschappelijk, een randomized control trial. We hebben gewoon 2 groepen, een groep die dat bedrag krijgt van daklozen die $7,500, Canadese dollar, dacht zij, geven we. En een andere groep die dat niet doet. En die gaan we met elkaar vergelijken. Wat is nou het bijzondere over de kracht en de besmettelijkheid van ideeën gesproken? Is ik had een paar weken geleden nog maar een Skype-gesprek met Claire en een medewerker van de lokale universiteit van British Columbia. En die deelde met mij de eerste resultaten van deze randomized control trial. Bij mij weten de eerste studie die ooit is uitgevoerd, echt op wetenschappelijk niveau, waar is gekeken van wat gebeurt er als we daklozen gewoon gratis geld geven. Die studie is nog niet gepubliceerd in een academisch tijdschrift. Dat is ook nog niet in journalistiek medium verschenen. Het is bij mij weten ook nog nooit gepresenteerd op een congres of wat dan ook. Dus jullie hebben de primeur. Dat is mooi, hè? Oké, laten we eens even kijken. Tenminste, als dit ding het gaat doen, hè? Ik bedoel, ik kan niks beloven. Oké, dus we zitten in Vancouver. 50 daklozen krijgen $7,500 en er is dus een controlegroep. Beetje de gouden standaard wat je wil hebben eigenlijk. Dus 50 daklozen krijgt en 50 daklozen
worden ook in de gaten gehouden. Dit is het eerste wat we zien. Dus rechts zien we de non-cash groep, die kreeg niks. En links zie je de non-cash groep. En dan zie je al meteen een duidelijk verschil. Dat mensen die zak met geld kregen, een aanzienlijk grotere kans hebben om van de straat af te komen. Volgende wat we zien, hoop ik, is waar geven ze dat dan aan uit? Nou, je ziet dat het gewoon in eerste plaats een eerste levensbehoefte, dus de voedselzekerheid werd gemeten en die zie je fors toenemen bij de geldgroep ten opzichte van de niet-geldgroep. Precies hetzelfde zien we, of het omgekeerde zien we bij het geld dat wordt gegeven aan zogenoemde temptation goods. Want dat is natuurlijk altijd het bezwaar van als je mensen gratis geld geeft, gaan ze dat dan niet verspillen, weet je wel, aan drank en alcohol en aan Netflix en aan weet ik veel wat. Hier zag je het omgekeerde, dus een afname van 33% in uitgaven aan temptation goods, dus alcohol, sigaretten en drugs, bij de cashgroep ten opzichte van de controlegroep. Dus dat is behoorlijk hoopgevend. En dit is eigenlijk het grafiekje waar ik het vrolijkst van werd. Wat zien we hier? We zien hier de uitgaven die de non-cash groep maakte aan, ten opzichte van de baseline aan social services. Dus waar moet je dan aan denken? Nou ja, aan hulpverleners, aan zorg, et cetera. En hoeveel de cashgroep daaraan uitgaf. En dan zie je dus een duidelijk verschil. Dus in die studie staat de cost saving after 6 months already nearly pays off the cost of the cash transfer. Dat is naar mijn idee best wel een revolutionair zinnetje. Het is hetzelfde dus wat ze in die anekdotische studie in Londen vonden. De besparing in termen van minder uitgaven aan zorg enzovoort, die zijn bijna net zo groot in dit geval als de cash transfer zelf. Dus als we het dan hebben over gratis geld, ja, dit is het ongeveer. In de zin van de investering, een heel groot deel daarvan, verdien je terug. Dat is ook echt iets wat ik heb geprobeerd om te benadrukken in die discussie rondom het basisinkomen en rondom gratis geld. Is dat we praten natuurlijk heel vaak in termen van, we moeten dat gewoon doen, want dat is rechtvaardig en het is zielig of het is oneerlijk dat sommige mensen in armoede leven. Ik probeer ook altijd mijn VVD-vrienden te overtuigen met het argument van, ja, vrienden, als jullie geen hart hebben, je hebt een portemonnee. Kom op. dit zijn gewoon, dit zijn investeringen die zichzelf terugverdienen. Ik denk dat een belangrijk perspectief is. Er zijn overigens ook mooie studies gedaan, hè? Ook in de VS naar de kosten van armoede. Dus de laagste schatting die je hebt gezien, dan gaat het over $500 miljard per jaar. Als je dan, en dan heb ik het alleen over kinderarmoede. En als je dan kijkt van hoeveel zitten Amerikanen collectief onder de armoedegrens, dan heb je het over, weet ik veel, 200-300 miljard per jaar. Ik zeg niet dat het zo eenvoudig is van strooi dat geld over de armen uit en het is opgelost. Maar het sommetje is ook wel eens gemaakt door het Sociaal Cultureel Planbureau. Ik geloof dat het is. Corrigeer me Paul als ik het verkeerd zeg. Ik geloof dat het iets van 2 à 3 miljard is. Wat de Nederlandse armoede collectief onder die armoedegrens zit op jaarbasis. Ja, armoede is een gigantisch probleem. Maar dat is best een klein bedrag. 2 à 3 miljard. Wat is het? 2 keer de dividendbelasting? Ik bedoel, dat is... Nogmaals, ik zeg niet dat je het gewoon makkelijk kan oplossen van door gewoon dat te gireren. En armoede is ook nog wel echt nog wel meer dan alleen een geldprobleem. Maar ik ben er wel van overtuigd geraakt dat het in de eerste plaats vooral dat is. Dus ik vond één ding wat Elder Shafir toen tegen me zei, die professor van het boek Schaarste, dat vond ik een hele sterke manier om het uit te leggen. Hij zei van als je iemand leert zwemmen, dus dat is vaak onze focus, van als armoede een soort van kennisgebrek zou zijn, en je moet allemaal cursussen volgen en dat je leert om te gaan met geld. Ja, dat is allemaal prima. Je kan iemand leren zwemmen, maar als je hem vervolgens in de oceaan gooit, dan verzuipt diegene nog steeds. Dus je moet eerst een soort van die oceaan droog gaan pompen of iemand eruit halen. En dan, tuurlijk, leer iemand zwemmen. Weet je wel, doe al die cursussen en trainingen. Dat is hartstikke mooi. Maar als de basiscontext niet goed is, dan heeft dat verder niet zoveel zin. Dat is volgens mij een van de belangrijkste takeaways. Tot slot moeten we het hebben over deze meneer. Iedereen weet natuurlijk wie het is. John Maynard Keynes. Misschien wel de grootste econoom van de 20e eeuw. Ik raakte ook in zijn werk extra geïnteresseerd door het punt wat ik eerder maakte. Van, is er nou een verbinding tussen de manier waarop we nu werken en dat basisinkomen? Er is in een heel beroemd essay geschreven. Inmiddels al, wat is het?
80, 90 jaar geleden door Keynes, waarin hij vooruitkeek naar onze tijd. En hij zei van, wat nou als we steeds rijker worden en onze technologie steeds beter wordt en die robots steeds verder doormarcheren. Ja, hoeveel moeten we dan eigenlijk nog werken? Ik bedoel, misschien kunnen we wel naar een veel kortere werkweek. En hij extrapoleerde een beetje. Hij zei van, nou, in 1850 werkten we, 50, 60, 70 uur per week. Die werkweek is al iets afgenomen. Als je die lijn gewoon doortrekt, dan hoeven wij in 2030 nog maar 15 uur per week te werken. That's it. Dat is wat overblijft. Daar is iets misgegaan natuurlijk. Dat is niet helemaal gelukt. En de vraag die mensen dan altijd stellen is van, hoe kan dat nou? Hoe kan Keynes er zo naast hebben gezeten? Waar is onze 15-urige werkweek? Daar kan je een hele reeks van antwoorden op formuleren. Het populairste antwoord dat altijd wordt gegeven is het antwoord van het consumentisme. Wat is dat? Dat je allemaal dingen koopt die je niet nodig hebt. Om indruk te maken op mensen die je stom vindt. Dat is het populairste antwoord, dat wordt vaak gegeven. Dat we in een soort van consumptie rat race zitten. En steeds meer dingen ook basisbehoeften worden. Dus wifi bijvoorbeeld, dat zit nu onderaan de piramide van Maslow. Als je geen wifi hebt, dan overleef je ook al niet. Dat zou kunnen, dat de oorzaak is. Maar ik raakte ook steeds meer geïnteresseerd in een andere mogelijke verklaring. En dat is het idee van dat er in het kapitalisme een enorm vermogen lijkt te zijn om nieuwe banen te verzinnen. En dat veel van die banen ook misschien niet zo heel nuttig zijn. Er is dus een heel gaaf essay gepubliceerd daarover een tijdje geleden door David Graeber, een Amerikaanse antropoloog. En die heeft ook een heel wetenschappelijke term voor geformuleerd. De bullshit job. Dat was in eerste instantie dus alleen nog maar gewoon een beetje een hypothese. Hij gaf wat anekdotische voorbeelden. Hij heeft ook een heel aardig boek geschreven, vol met hele leuke anekdotische voorbeelden van mensen die hun eigen baan volkomen nutteloos vinden. Maar zoals ik al eerder zei, er is nu dus inmiddels ook wat economisch onderzoek gedaan. Dus het is Robert Duur van de Universiteit van Rotterdam, als ik het goed zeg, de Erasmus Universiteit. En die heeft samen met Max van Lent, een Leidse econoom, dus een grote database gebruikt waarin mensen de vraag werd gesteld van hoe nuttig vind je je baan nou eigenlijk? Voeg je wat toe? Er komen een paar hele leuke en ook wel grappige dingen uit. Eén ding bijvoorbeeld is, wat zijn die nutteloze banen dan? Ja, dat zijn natuurlijk niet de leraren en de verplegers en de vuilnismannen of zo. Dat is echt 0-1% van die beroepscategorieën die de eigen baan niet zo nuttig vindt. Als je dan gaat kijken naar wat zijn een beetje de risicocategorieën? Dan zit je een beetje consultancy en management en financiële sector is ook groot risico op bullshit. Dus het zijn heel vaak mensen met hele goede cv's. Die heel goed opgeleid zijn. Prachtige LinkedIn-profielen. Die, de grote succesnummers zijn van de kenniseconomie. En ook zo'n onderzoek zet je natuurlijk aan het denken van wat zijn we nou dan precies aan het doen in Nederland. Dus je geeft miljarden en miljarden uit om je slimste, grootste talenten zo hoog mogelijk te brengen in die kenniseconomie. Zodat ze zoveel mogelijk gaan verdienen in zo'n baan. Dan hebben ze 20 jaar lang zo'n bullshit job. Ja, dat trek je niet, want een mens is een zinzoekend wezen. Dus op een gegeven moment ben je totaal depressief. En dan ga je naar de psycholoog of de psychiater. En Nederland heeft de hoogste psychologendichtheid ter wereld. En dan moet je daarna, dan ga je bijvoorbeeld schilderen of zo de rest van je leven. Want je hebt fucking veel geld verdiend, dus dat kan wel. Ik heb dat altijd een heel raar model gevonden. En dan denk je ook weer van, kunnen we dat niet helemaal omdenken? Kunnen mensen niet gewoon meteen gaan schilderen? Zeg maar, kunnen we niet gewoon die 20 jaar eruit knippen? Ook daar is dat basisinkomen, dat simpele ideetje van kunnen we niet iedereen gewoon die basis geven, is weer een breekijzer. Dat je helpt radicaal te twijfelen aan de manier hoe we de boel nu hebben ingericht. Ik denk dat basisinkomen hier op twee manieren een verschil zou kunnen maken. Eén, nu heb je natuurlijk heel vaak zo dat als je jong bent en je wordt je gevraagd door je ouders of die vervelende oom of zo van hé, wat ga jij studeren? En dat je dan zegt, kunstgeschiedenis. Dat die dan de wenkbrauwen meteen omhoog gaan en zo, kunstgeschiedenis. Ja. En wat ga je dan verdienen? En dan ga je überhaupt een baan krijgen. Dat je dan gewoon kan zeggen tegen die vervelende oom, ik heb toch een basisinkomen. Dat komt wel goed. Dus dat je ook andere keuzes gaat maken. Je ziet in Nederland dat in de afgelopen jaren zijn al die studies van bedrijfskunde, consultancy, organization management studies, weet ik veel wat, zijn geëxplodeerd. Wat is de snelst groeiende beroepsgroep geweest tussen 1994 en 2014? Managers zorginstellingen. Ja, dat is een beetje de kenniseconomie die we vandaag de dag hebben. Ik denk dat dat anders kan. Een ander effect natuurlijk van een basisinkomen zou zijn, volgens mij, is dat je meer
onderhandelingsmacht zou geven aan mensen die het nodig hebben. Een van de grote krachten die je natuurlijk als werknemer hebt, is, en als je echt belangrijk werk doet, is je kan gaan staken. Je kan gewoon gaan stoppen. Dan moet je natuurlijk wel ervan uitgaan dat mensen dat vervelend vinden. Je kan ook als telemarketeer gaan staken of zo. Ik denk dat mensen dat geweldig vinden. Weet je wel? Yeah. En er zijn ook wel voorbeelden. Even kijken. Een enorme cliffhanger dit weer. Ja. Er zijn ook al voorbeelden van stakingen die natuurlijk wel echt een groot verschil maakt. Ik heb eerder wel eens geschreven over staking van vuilnismannen. Dat is gewoon elke keer blijkt, weet je, dat kunnen we gewoon niet handelen. Dit was New York, 1968. Staking duurde 6 dagen, noodtoestand moest worden uitgeroepen en bleek echt, oké, wij kunnen niet zonder onze fantastische vuilnismannen. Waarna die lonen ook flink omhoog moesten in New York. Op dat moment dacht ik van, zou het nou ooit gebeurd zijn in de loop van de hele wereldgeschiedenis dat ook bankiers zijn gaan staken? Het antwoord is ja. Eén keertje, bij mijn weten, in de afgelopen 5000 jaar. Dat was in Ierland, in 1970. Ierse bankiers waren boos dat hun loon achterbleef bij de inflatie. En ze zeiden, weet je wat, we nokken ermee. Ga gewoon staken en dan gaan jullie zien hoe vreselijk belangrijk wij zijn. Op dat moment zeiden heel veel experts, veel economen zeiden, doe het niet. Dit is een hartaanval voor de economie. Dit kunnen we niet handelen. Maar die bankiers die waren bloedserieus. Die zeiden, nee, we gaan het echt doen. Dus van de een op de andere dag gingen ze staken. En was 85% van de Ierse geldvoorraad was niet meer toegankelijk. Mensen konden niet meer bij het geld op hun rekening. En toen gebeurde er helemaal niks. Dus die staking die duurde uiteindelijk 6 maanden. Dus de vuilnismannen staking 6 dagen, deze staking duurde 6 maanden. En na die 6 maanden kwamen de bankiers weer terug en die zeiden, oké. We gaan weer aan het werk. De economie groeide gewoon door, dus de Bank of Ireland, die had later ook een rapport van, je ziet het eigenlijk ook niet in de statistieken, je ziet gewoon, je kan niet zo, het valt niet op. Als je nu ook mensen vraagt die het hebben meegemaakt, de Ierse bankiersstaking, veel mensen kunnen het zich gewoon niet meer herinneren, omdat het niet zo'n grote impact had op het dagelijks leven. Wat de Ieren deden, is dat ze hun eigen geldsysteem van onderop uitvonden. Dus wat gingen mensen doen? Ze gingen een soort van op de achterkant van sigarendozen of op toiletpapier of weet ik veel wat, gingen ze checks aan elkaar uitschrijven. IOU's, zoals economen dat dan noemen. Dan is natuurlijk de vraag van, hoe zijn die dan betrouwbaar? Hoe kan je nou geloven dat iemand zijn beloftes nakomt? Nou, je had in de tijd in Ierland had je 15.000 pubs. En heel veel mensen gingen daar naartoe. En dat waren ook gewoon bronnen van grote sociale cohesie en vertrouwen. Dus eigenlijk die eigenaren van die pubs, dat waren een soort van de nieuwe bankiers. Er is ook een historicus, die heeft later geschreven van, als je handelt in liquide middelen, dan weet je ook wel iets over de liquiditeit van je klanten. Dus dat werkte eigenlijk hartstikke goed. En na 6 maanden werden al die checks weer geïncasseerd en kon de boel weer verder. Grote moraal van het verhaal is volgens mij niet van dat we geen geld nodig hebben of geen financiële sector. Maar dat er misschien wel een heleboel speculatie en onzin zit in die wereld die we enorm hebben laten groeien, die misschien niet zo nodig is. En ook hier weer, om terug te komen op dat basisinkomen, helpt denk ik het basisinkomen om ons na te laten denken van, kan dit heel anders? Met een basisinkomen kan iedereen zomaar gaan staken, want je kan daar altijd op terugvallen. Ik denk dat dat voor de mensen met sociaal heel nuttige banen een krachtig wapen kan zijn, om hogere lonen af te dwingen. En dat als mensen wat minder nuttige banen hebben, dan kan je gaan staken. No one cares. Misschien moeten die lonen iets omlaag. Zodat je op de langere termijn een samenleving krijgt waarin de mensen die het echt, waarin eigenlijk de lonen veel beter corresponderen met de daadwerkelijke waarde van het werk. Want nu lijken we in een wereld te leven waarin het vaak bijna op zijn kop is. Dat hoe belangrijker je werk, hoe minder je verdient. En hoe onbelangrijker je werk, hoe meer je verdient. Als het basisinkomen dan nog niet een waardevol breekijzer is om over te blijven nadenken, dan weet ik het niet. Ik dank jullie wel. Ben je bereid om vragen te beantwoorden? Ja, natuurlijk, ja. Zijn er mensen die vragen hebben? Mevrouw. Ik herhaal de vraag zo, hoor. Ja. Misschien kunnen we ook met een microfoon in. Een vraag over het boek Schaarste en het interview dat ik met Shafir heb gedaan, ja. Ja. Dat
Ja. Ja, dat is een geweldig punt. Ik heb het idee dat dat ook iets herhaal te maken heeft met... Herhaal je de vraag even? De vraag is... Ja, waar komt dat enorme succes van het boek Schaarste vandaan? Ik moet soms ook wel eens denken aan waar komt dat enorme succes van het boek van Dick Swaap vandaan, van Wij zijn ons brein. Ik dacht, toen ik die titel zag, Wij zijn ons brein, dacht ik, ja, natuurlijk zijn we ons brein. Wat zijn we anders? Onze grote teen? Van, ja, het lijkt me nogal duh wat het daar gebeurt. En ergens, als ik een beetje lullig ben over het Shafir-boek, heb ik dat hier ook. Dus natuurlijk is het moeilijker om allerlei beslissingen te nemen in de context van armoede. Natuurlijk heb je meer aan je kop en ga je daardoor, weet je wel, fouten maken die je anders niet zou maken. Ik bedoel, dat je daar een fancy psychologische theorie voor nodig hebt, ja, dat zegt misschien ook iets over onze tijd. Ik heb op een bepaalde manier het idee dat het effect van het boek is dat het depolitiseerde dat standpunt of zo. Het werd ineens iets van, een wetenschapper van Princeton zegt dit, dus dan mogen we dat wel gaan verkondigen. Terwijl natuurlijk de basisboodschap van, jongens, het heeft niet zoveel zin om te hameren op zelfredzaamheid en individuele verantwoordelijkheid, als mensen gewoon in een context zitten die shit is. Ja, dat is redelijk een open deur. Ja, natuurlijk. Ja. De waarde die hij als onderzoeker krijgt, zeg maar, het verbaast me nog steeds op de dag van vandaag. Dat we daar met z'n allen blijven maken in Nederland over de reisboeren in India om de land aan te maken. Ja. Nou, het zijn wel hele elegante studies. En ik bedoel, het is niet voor niks in de tijd in Science gepubliceerd. Overigens is die eerste studie over het winkelcentrum in Massachusetts is niet goed gerepliceerd. Het is onlangs een grote replicatieronde geweest, dat ze het herhalen. Dus die heeft het, als het bij mijn weten, niet goed gehaald. Voor die reisboeren geldt dat anders. Maar goed, de basale theorie, het is natuurlijk een heel elegant en simpel te begrijpen idee. Van, ja, als mensen meerdere dingen aan hun kop hebben, dan is het niet zo logisch dat ze, ja, dan kan je ook minder van ze verwachten. En het is natuurlijk ook waar dat we leven in een enorm bureaucratisch land. En de mensen die het minst kunnen handelen, al die bureaucratie, al die formulieren invullen, daar vragen we het meest van. Dus ja, een gewone Nederlandse burger, die heeft niet zoveel. Je moet af en toe een beetje inloggen op DigiD en dan werkt het niet, net als zoals die PowerPoint niet werkt. Maar voor de mensen die het meest hebben. Wat was het laatste dat ze in Amsterdam onderzoek deden van hoeveel armoederegelingen er waren? Nou, er zijn er 30 en dan werd gevraagd van hoeveel kan je er noemen? En het meest gegeven antwoord was 0. Dus ja, we maken het complex mogelijk voor de mensen die dat minst kunnen handelen. En in die zin is dat boek denk ik wel een hele nuttige wake-up call. Van jongens, dat kan gewoon niet. Mag ik daar iets op toevoegen? Ja. Het boek Schaars is denk ik niet een extreem nieuwe theorie. Heel veel van de inzichten die daaruit vandaan komen, komen ook uit stressonderzoek. En daar is een hele container vol met empirische evidentie dat die fenomenen die ze daarin beschrijven, daadwerkelijk met stress te maken hebben. Zij hebben het een beetje in een nieuw sausje gegooid in Schaars. En dat is heel erg aangeslagen. Maar wat zij concreet vertellen is wat dat betreft niet... zo baanbrekend, maar heeft wel heel veel empirische ondersteuning ook uit andere gebieden. Wilco, kan je ook uitleggen waarom jij dat kan zeggen? Ja, even wie je bent. Oh, sorry, ik ben Wilco van Dijk. Ik ben hoogleraar psychologie op de Universiteit Leiden en mijn leerstoel is in samenwerking met het Nibud. En wij hebben zelf ook best wel heel veel empirische evidentie die ondersteuning geeft voor de theorie in het boek Schaarste. Dankjewel. Niels Hovenstad van Branded Job. Ik zag jouw bevindingen, of de bevindingen uit Canada. Mm-hmm. Kun je uitleggen waarom bij de non-cash group tussen 3 en 6 maanden ook zo'n enorme besparing gegenereerd werd? Ik denk dat ook gewoon daar een kwestie is van tijd heel te wonden. Dus ze werkten met... niet met chronische daklozen, dus die al jaren op de straat leefden, maar met mensen die, wat is het, maximaal 1 of 2 jaar op straat zaten. Dus ik denk dat voordat het een groep is dat überhaupt die nog een sociaal netwerk hebben en nog een kans hebben om op de reguliere manier verbetering te realiseren in het leven. Maar bij de cashgroep was die verbetering dus aanzienlijk beter, ja. In de besparing?
Oh, dit werkt niet meer. Nee. Oh, oeps. Nee, maar ja, dan heb ik het niet goed uitgelegd. Maar het is echt zo dat de besparing, wat is het, van een orde $5,000 groter was. Canadese dollar bij de groep die die cash kreeg. Ik verwacht overigens dat dit binnenkort gepubliceerd wordt in een academisch tijdschrift. En dan kunnen we het allemaal bekijken. Maar het leek me leuk om een voorproefje te geven. Rutger, ik heb nog even een vraag. Aansluitend op dit verhaal waarin een boek tot een hype geleid heeft, wat dus blijkbaar zijn weg gevonden heeft in het schuldhulpverleningsbeleid van de gemeenten. Vanuit jouw perspectief, wat moeten we doen om dit succesnummer hier tot een hype te brengen, zodat we hier in alle gemeentes van Nederland de business cases gaan uitvoeren? Welk succesnummer bedoel je dan? Van Vancouver bedoel je? Van Vancouver, ja. Nou ja, ik zeg niet dat alleen dit succesnummer zou moeten worden uitgerold hoor. Ik denk ook dat hier nog meer onderzoek naar nodig is en dat willen ze ook gaan doen. Dus ze willen het onderzoek op meerdere plekken nu gaan repliceren in Canada en de VS. Ik denk ook dat, we hebben natuurlijk al een ander succesnummer dat wereldwijd veel uitgebreider is getest als het gaat over dakloze beleid en dat is Housing First. We hebben in Nederland, het plan van aanpak gehad met hoofdletters tussen 2006 en 2009. Waar een enorme afname in dakloosheid werd gerealiseerd in een hele korte tijd. Wat is het? 3.000-4.000 mensen die van de straat werden geholpen. Vervolgens bleek uit analyses dat iedere euro die we erin hadden gestopt, dat die 2-3 keer terugkwam. Dus we weten dit al vrij lang. Soms is het, ik weet misschien dat andere mensen daar meer van weten, maar ik bedoel, het is toen gestopt in 2009, omdat er kwam de crisis en dan werd er op lokaal niveau bezuinigd. Vaak is het volgens mij het probleem met dit soort beleid ook vaak, is dat de investering moet op lokaal niveau gedaan worden door de gemeente, terwijl het geld krijg je terug op nationaal niveau in besparingen op zorg bijvoorbeeld. Dus daar moet je dan ook wat groter, holistischer over denken over dit soort dingen. Maar ja, dakloze beleid is win, 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 win. Zijn echt weinig dingen waar je zo goed je geld op terugkrijgt. Want het is gewoon peperduur om mensen op straat te laten leven. Het is niet alleen immoreel, maar het is ook gewoon niet handig financieel. Pieter Dik. Rutger, kan je nog even met je falende apparaatje terug naar een van de dia's? Dan gaat het niet. Nee. Dat is onmogelijk. Sorry. Ja. Ik grijp technisch in. Ja, Rutger, ik ben even nieuwsgierig. Jij begon je verhaal met te vertellen dat dit misschien wel de laatste keer zou zijn dat jij het over het basisinkomen zou hebben. Why? Was er ook niet zo'n verhaal van een hamer en een aanbeeld waar je op moest blijven slaan? Nee, dat is natuurlijk zo. Nou kijk, de ironie is een beetje dat mijn boek is in het Engels vertaald onder de titel Utopia for Realists, mijn vorige boek. En ik zag het ook echt in de eerste plaats als een pleidooi voor utopisch denken. Van jongens, we moeten weer wat grotere stippen op de horizon zetten. En het basisinkomen was er één van. In Nederlands hadden we de titel Gratis geld voor iedereen. En dan word je al in no time word je Mr. Basisinkomen. Alsof dat je enige ding is dat je ooit hebt gedaan in je leven. Dus in die zin, ik doe ook nog wat andere dingen. Maar zeker, ik bedoel, mijn volgende boek, De Meeste Mensen Deugen, gaat over het belang van een positiever mensbeeld. Over het vertrouwen van andere mensen en wat een enorme kracht dat kan zijn in onze democratie en ook in onze sociale zekerheid. Ik merkte in discussies over het basisinkomen is dat die heel vaak niet eindigden in discussies over wetenschappelijke modellen of de interpretatie van dit of dat experiment, maar in filosofische discussies over hoe je naar mensen kijkt. Dus veel mensen die sceptisch zijn over het basisinkomen, die zijn ook sceptisch over de mensheid in het algemeen. Denken, mensen zijn uiteindelijk egoïsten. Willen het allemaal voor zichzelf. Ja, als je dat gelooft, dan ga je nooit in het basisinkomen geloven. Dus ik dacht toen eigenlijk van, ik moet wat dieper gaan graven. Ik had eigenlijk dit boek eerst moeten schrijven en daarna pas over het basisinkomen beginnen. Alexander, de Rovereniging Basisinkomen. Je hebt al die landen bezocht, je boek gepresenteerd. Welk land is nou het verste met de discussie over basisinkomen? Oh, dat is een goede vraag. Ja, vind ik echt heel lastig te zeggen. Kijk, je zou kunnen zeggen, toen ik in de VS aan het toeren was, zeiden veel mensen van, dit is echt zo'n gek Europees idee. Gekke communist die hier aan het toeren is. Gaat hier natuurlijk nooit gebeuren. Maar de geschiedenis leert ons dat de VS het dichtstbij is geweest van alle landen. Ik bedoel, onder Nixon is het bijna gebeurd. Een variant van het basisinkomen, gegarandeerd. Wat heel invloedrijk zou zijn geweest, hè, als die dat had gedaan. Het was een soort van earned income tax credit geweest. Maar dan ook voor mensen die geen baan hebben.
Dat je die koppeling van werk en niet werken loslaat. We leven in een gekke wereld. Ik had 5-6 jaar geleden nooit kunnen voorspellen dat dit zo'n groot onderwerp zou zijn geweest waar je op een groot podium over kan praten. De eerste lezingen die ik over gaf, dat was voor groepjes van langharige anarchisten die zich net iets te lang niet gewassen hadden. Ik heb wel vooruitgang geboekt wat dat betreft. Graag gedaan.